Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Buma Cultuur en De Telegraaf. Zou graag meedoen aan het wereldkampioenschap zacht piano spelen. En dan is de kunst om nog zachter te spelen. Ik ben Erik van der Wurf en ik speel piano en daarom ben ik vandaag hier om Herman van Veen te begeleiden met wie ik hier in Carré optreed. In 1962, toen ging ik naar de vooropleiding voor het conservatorium in Utrecht. Ik zat nog op de middelbare school. En toen was hij net eerstejaars leerling van het conservatorium. En ik wist dat ik de muziek in wilde, maar ik wilde alles wat ze op het conservatorium aanboden eigenlijk niet. Ik kwam dus in een instituut waarvan ik wist dat ik me daar niet 100% op mijn plek voelde. En toen ik Herman daar tegenkwam, toen dacht ik bij mezelf, oh, ik ben niet de enige. En dat was een soort reden om samen een verbond te smeden. Een piano is een boom. En een boom is gegroeid. En een boom kan zijn dat die boom niet recht omhoog groeit, maar dat die een beetje schuin gaat. Dat bepaal ik niet, dat bepaal jij niet, dat bepaalt die boom zelf. En die boom heeft ook zelf bepaald dat die op die plek is gaan groeien. Die plek heeft hij uitgekozen als zaadje. En waarom is die op die plek gaan groeien en niet een meter daarnaast? Daar is misschien een ander zaadje gevallen en dat is niet ontkiemd. Dus er is een reden voor. Een boom is een eigenwijs ding, om het zo te zeggen. Nou, wat doen wij mensen? Die hakken we om. Daar zagen we planken van en daar maken we piano's van. Die boom die is gevoelig voor alles wat er hier gebeurt. Als er een deur open gaat en dan komt die toch doorheen, dat beïnvloedt gelijk de stemming van de piano. En als het weer verandert, je zult zeggen dat ding dat staat hier binnen en dat komt nooit buiten. Maar als het buiten gaat vriezen, dan verandert de piano. Dan wordt hij hier in het midden, dan wordt hij dit exemplaar, wordt schor. Dan gaat een beetje schor klinken. En dat pedaal, dat begint dan te kraken. Hoor je? Nou, dus ik zit de hele avond te vechten met dat pedaal zo te bedienen dat het zachtjes kraakt of helemaal niet. Ik kan het ook gewoon laten gebeuren of het opzoeken dat het zo hard mogelijk kraakt. Dat is niet de bedoeling, want dat is dan geen goede voorstelling. De eerste keer dat ik in een carré kwam, dat was als middelbare scholier. Toen was er hier een toneelvoorstelling, De Persen van Aeschylus. Volgens mij hangt er nog een foto van in de hal. En met Herman van Veen heb ik hier het eerst opgetreden in 1971. Ja, en hier zit een bepaalde magie in dit gebouw. En voor mij komt het er ook wel door het verleden hoor. Door alle grote artiesten die hier jaren geleden al, voor de oorlog ook, hebben opgetreden. Wij hebben daar gauw geen notie van, maar dat is wel een traditie waaruit wij ook zijn voortgekomen. Dus in zekere zin zijn wij ook een stukje kinderen van Carré. En dat maakt Carré uniek. Heer, kwartiertje. Dat is een stukje magie. En dat heb je bijna nergens. Dat is Carré. Carré is magie. Zo, mijn kostbaarheden zal ik ook maar meenemen. We hebben hier zoveel hoogtepunten gevierd en beleefd. Nou, daar gaan we dan.
en fantastisch mooie voorstellingen gespeeld. Carré is een stuk groei in ons leven. Kijk, Sammy Davis had nog vier lijven achter ook bij zich. Je realiseert je sommige dingen niet, maar het feit dat die trap van hier naar mijn kleedkamer, dat ik die inmiddels 4.500 keer op en af ben gegaan, dan krijgt het op een gegeven moment een bepaalde betekenis. En dat kun je negeren, maar je kunt er ook iets mee doen. Namelijk weten dat het het gevoel is wat je omringt. En vanuit dat gevoel werk ik. Maar er is wel een verschil met hoe het 40 jaar geleden was. Om een voorbeeld te geven dat je er toen, althans dat ik er toen oppervlakkiger mee omging. Dat was gewoon, kwam op een gegeven moment binnen hier en dan begon het. En nu word ik 's morgens wakker en dan begint het. Dan weet je gewoon, 's avonds spelen en daar leef je eigenlijk naartoe. En ik probeer dan op zo'n dag ook eigenlijk zo weinig mogelijk dingen te doen die daarvan afleiden. Want hoe beter je je kunt voorbereiden en hoe meer je in je ontspanning kunt blijven, hoe beter of het ook zal verlopen. Het enige moment dat het rustig is op toneel. Was. Ik heb de neiging als ik in de coulissen sta te wachten 2 minuten voordat we beginnen, dan sta ik zonder dat ik het weet te gapen. En ik heb wel eens gehad dat er een toneelmeester stond en die draaide zich om en die zei: nou, dat wordt niks vanavond hoor. Doelend op mijn gapen. Ik had op dat moment geen eens in de gaten dat hij het over mij had. En dat is geen desinteresse of wat dan ook, dat is ontspanning. Maar op het moment dat je van daaruit, vanuit die coulissen, naar deze plek, als ik daar naartoe loop, wat misschien 7 meter is, na 2 stappen ben ik een ander mens. Dan ben ik niet meer die gapende figuur. Nee, dan ben je alleen nog maar energie die zijn weg zoekt of die klaar staat om zich te ontladen. Zo functioneert het bij mij nooit, hè? Wat is het meest dit of het meest dat? De variëteit. Dat is juist het mooiste. Dus ja, vraag mij niet om een keuze te maken, want dan vraag ik jou als je een zoon en een dochter hebt om tussen 1 en 2 te kiezen. Dat doe je ook niet. Liedje van vroeger, liedje voor lang, liedje om minder en meer. Liedje vol woede, liedje van niks. Dat is zo'n beetje zo van, hoe vaak heb je ruzie met je vrouw gemaakt? We hebben nooit ruzie, we hebben nooit oneenigheid. En ik vind dat eigenlijk vanzelfsprekend. Een chapeau! Een oetje! Ik zet een oetje op de hoofd. Nou, er loopt een stukje, een beetje een rode draad door deze show heen. Dat we eigenlijk, zeg maar, de tegenstelling opzoeken met elkaar. Dat voor de pauze, als hij in de weer is met wat plastic bekertjes en op een gegeven moment met water gooit, dat ik dan als uit een soort zogenaamde narigheid een pingpongbal de zaal in gooi. En dan ga ik klassiek piano zitten spelen. Met andere woorden, hou nou eens op met die onzin. Laat mij eens even mijn gang gaan. En zo zitten we elkaar door de voorstelling heen. Laten we zeggen, een beetje dwars. Op een liefdevolle manier weliswaar. En dat is af en toe komisch en daar hou ik wel van. Is het? De vorige serie dat we hier stonden, toen gebeurde er iets bijzonders. Toen kwam de directeur van Carré samen met de toenmalige minister Ronald Plasterk. Die kwam toneel op en toen kreeg Herman een koninklijke onderscheiding. Hij had er ooit al een keer een gehad, maar nu kreeg hij een veel hogere. Ja! En er waren een hoop mensen die waren erg boos dat hij er een kreeg en ik niks. Want hij kreeg hem omdat hij 40 jaar hier optrad.
En ik treed even lang hierop als hij, of althans begeleid hem al die hele periode. En een paar kennissen van mij, die hebben de minister een brief geschreven dat ze dat niet eerlijk vonden. En toen kregen ze als antwoord, maar hij krijgt er ook een. Erik en ik, wij spelen 47 jaar samen. Alleen ik heb hem niet gehad op de slotavond van die serie hier in Carré. Maar ik heb wel dezelfde onderscheiding gehad. In 1964 had ik conservatorium op het prikbord een briefje opgehangen en opgeschreven. Ik zoek een bloedmooie jonge vrouw die ook relatief goed piano kan spelen. Iets wat ik mooi vind omdat het heel pianistisch is in dit geval. En omdat ik daar heel zacht kan spelen. Dan hoor je alle boventonen mooi uit de piano komen. Papa en mama gingen eens naar een grote tuin. Vol bloemen, alle soorten groeiden daar, te veel om op te noemen. Bloesems van de schoonheid, viooltjes voor de trouw, koninklijke anjers, de roos van. Ik hou van jou. Tegenwoordig, deze tijd, is zo ontzettend veel. En je moet, laten we zeggen, als je dat vak instapt, moet je gelijk zo ontzettend goed zijn dat je nauwelijks nog een vangnet hebt dat je fouten kunt maken. Je moet eens weten wat voor blunders ik in mijn leven, toen ik jong was, heb kunnen begaan. Maar daar leer je door hoe je het goed moet doen. Je leert vooral van je fouten. Zing voor mij een lied. Zing over wat voorbij gaat en zet er een muziekje onder, zodat het langer duurt. Maar vandaag aan de dag, alles is idolsformaat en dergelijke. Hè. Dat is het minimum wat men verwacht. Nou, hoe kun je dat van een jong iemand verwachten? Die valt ook wel eens een keer om. En dan moet je zo iemand liefdevol oprapen, omhelzen en zeggen, het komt wel goed, doe het nog maar een keer. En dan wordt het iets. Maar dat is ook weer, dan doe je het samen. Dat is liefde voor mensen hebben. Maar zorg dan ook wel dat je rete goed bent ondertussen natuurlijk. Hè? Ik bedoel, die verplichting heb je zelf wel. Ik heb dat vaak voor gehad hoor, dat ik die vraag stelde. En dan krijgen ze altijd, ja, ik heb er alles voor over. En dan zeg ik, stel nou, we kijken niet nu, maar 10 jaar verder ben je getrouwd en je hebt een kindje. En dat kind is ziek. Heel erg ziek. En jij moet ergens gaan spelen. Wat doe je? Ga je spelen of doe je het niet? Nou, ik heb wel eens antwoord gehad, nee, dan blijf ik thuis. Ik zeg, begin dan niet aan deze opleiding, want je houdt het niet vol. Er was er dus een vrouw, en in die vrouw er was een schoot. En in die schoot er was een kind, ja ja, van je singela, singela, hop, zaza. Hey, hey, hey. Als je dit vak ingaat, dan moet je er alles voor over hebben. En je mist alles, je mist heel veel in je leven. Heb ik zelf ook ervaren. Als je kinderen opgroeien. Verjaardag zit je in het buitenland, kun je even bellen. Ja, is leuk, telefoneren. Maar het is een slechte vervanging. Dus ik bedoel, er zijn heel veel momenten van klein geluk in je leven die je mist. En eigenlijk moet zo zijn dat het feit dat je dat mist, dat vind je wel vervelend. Maar het feit dat je kunt optreden, wat daar tegenover staat, dat dat meer dan goed maakt. Want dan heb je de go om het vol te blijven houden. En als dat niet zo is, gaat het op een gegeven moment aan je vreten en knagen. En dan word je ongelukkig. En als je ongelukkig bent, kun je het niet volhouden. Want dan zit je zo te spelen. Dan word je ziek. Je krijgt lichamelijke klachten, je krijgt geestelijke klachten. En op een gegeven moment krijg je een van de enge ziekte of zo. Dat moet je niet doen. Voor meer informatie over de toegift vanuit Carré,
Kijk op www.carré.nl. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Buma Cultuur en De Telegraaf.